Welkom vanuit een warm Rotterdam bij de aftrap van Apps Connected 21. Mijn naam is Hering Lichtert. Ik ben namens de Oburg de startpunt van een vierdaagse evenement. Door de omstandigheden deze tijd allemaal via een webinar, dus live broadcasting. Het is even niet anders, maar we hebben een prachtig programma voor vanmiddag. Ik zal me even heel kort voorstellen. Sommige van de mensen zullen me waarschijnlijk al wel kennen. Ik werk voor Scherpenhuizen als process manager. Zo ben ik in aanraking gekomen met GD Edwards. Binnen Scherpenhuizen werken we al sinds 2004 eigenlijk met GD Edwards. 2 jaar geleden hebben wij bij Scherpenhuizen een SIG-event on-site georganiseerd. Ja. En dan een maand of 2 maanden later was er de Oburg, de laatste Oburg on-site event. En toen werd ik gecontacteerd door Wouter of ik zin had om mee te stappen in de Oburg en mee te helpen met events te organiseren. Personally, I mean, I love my job. I think all my team members, if you've met them, love their jobs. I mean, we get to help customers unlock the potential that's already in the investment they've made. And that's what we do. But for JDE, I mean, we've doubled the business in JDE over the last financial year. Yeah, doubled the business. We also see net new names. Now, we've had net new names in JDE for many years now, but a small number. We've seen that accelerate over the last year. JDE is the jewel in Oracle's crown of a product that works, that looks great, that functions. We'll continue that and continue to give that innovation in the product. Oburg won last year the award for the best run user group. So I forgot to mention that. It was presented in London a year and a half ago. So it was a year before. So congratulations on that. And it was given for a reason. It is a fantastic community that is very vibrant. And I want to be part of that community. Dus ja, dat is ook een oproep aan alle gebruikers die iets te vertellen hebben. Het maakt eigenlijk niet uit wat. Iets over je bedrijf, hoe je AdWords daarin steekt. Dat zijn zaken die we heel erg goed kunnen gebruiken op dat soort evenementen. En ook op zich, zoals jullie in Scherpenhuizen hebben gedaan. Ik moet het op afstand doen vandaag. Ik had er graag bij willen zijn, maar helaas, het gaat even niet. Is er een lage drempel voor hun om een keertje mee te komen kijken? Absoluut. Net als dit evenement, de meeste evenementen worden met hulp van de AdWords partners. Vandaag is dat naast Oracle, Forza, Quaestor, Steltix en Cadran, worden de AdWords events in ieder geval altijd goed gesponsord in die zin dat het mogelijk wordt gemaakt om ook niet-leden van Oburg deel te laten nemen. Dus wij zeggen altijd join the club en zorg in ieder geval dat je bij een eerste evenement altijd aanwezig bent. En zodra je ook ziet dat de community werkt, ook Oburg heeft natuurlijk zaken zoals dit om te organiseren. En dan stellen we het zeer op prijs als je daarna lid wordt. Ik ben er zo ingestapt en je zit nu hier. Kijk uit wat je doet. Als je instapt, dan zit je ineens hier aan tafel. Wat je zou kunnen gebruiken is een andere tool. Dat is de Object Usage Tracking. En deze applicatie, daarin wordt bijgehouden welk object door wie in welke omgeving op welk tijdstip met welke versie aangeroepen is. En voor iedere UBI wordt dat bijgewerkt nadat de UBI klaar is. En voor de applicaties wordt dat volgens mij 1 keer per uur wordt er door de logs die op de server manager gemaakt worden, wordt daar doorheen geakkerd door het programma wordt er een overzicht gemaakt van wat er dan dat uur gedaan is. Start now. There's no reason you shouldn't be able to take that white paper, go and evaluate, talk to your partner. All of our partners, all of our Oracle system integration partners understand 64-bit. I've been talking to them for years about it. Paul Houtkoopers, so I'm going to go through some strategy and some vision. I definitely look forward to the day that we can again do this in person. Hopefully that's coming up sooner rather than later. If we go to kind of where JD Edwards is standing,
We've got thousands of customers now that are, you know, leveraging our continuous development or continuous innovation platform of 9.2, where we've delivered, you know, well over 670 customer-driven product improvements since 9.2 GA'd. I think in the past, I'd say, you know, 2 years, you've seen an enhanced focus. We like to say we're hyper-focused on delivering, you know, customer-driven product improvements. Well, we have already online Keith and Jeff, so a very warm welcome from a warm Rotterdam here. I like your background, Jeff. You have a specific specific team? Since I've lived in England for 3 years, I got root for England. Ah. We've had a lot of success, right, Jeff? I mean, there's been plenty of customers that have had success going to 64-bit, very seamless, uninterrupted. You know, it's not been a what do you want to call it? It's not been a business disruption. Yeah. I mean, yeah, and so I would say on 64-bit, following our overall strategy of choice and control, we've given our customers choice and control when they can go to 64-bit. We've had customers go to 64-bit, and we understand there's an adoption curve. But I know Clayton talked about this, you know, the prior session is the next tools update will be 64-bit only. We proberen 18 november weer on-site een groot event te organiseren. Ik wil jullie danken voor de aandacht. Philippe, bedankt voor dit co-partnership. En op naar een volgende fysiek evenement, de 18e, en webinars wanneer gepland.